gaan we over naar Hans Kraaij junior in de studio van Fox. Ben je blij, Hans? Ik ben hartstikke blij. Waarom? Nee, dat vroegen we ons gewoon af. Want? Hey, Hans Kraaij. Johan Derksen. Waarom ga jij met zo'n chagrijnige kop op die cover staan? Wil je dat het blad niet verkoopt of zo? Valt er wat te lachen dan met Wilfred de afgelopen 12 jaar? Die heeft mij gewoon 6112 keer onderbroken. Als ik serieus over voetbal praat, gaat hij naar de reclame. Of hij geeft jou het woord. Dat begrijp ik nog wel, ja. Ja, en ik heb één keer met een jasje gegooid. Ik sta vanmiddag onderweg naar de Fox Sports Studios te tanken. Komen er weer 5 aangeschoten jongelui van... Kan je nog één keer met je jasje gooien? Nou, één keer nog dan. Leuk, Wilfred. Ja, nee, lach maar. Ja, nou, dus daarom lach ik niet. Nee. En trouwens, Johan... ik was voor die fotosessie was ik geen eerste keus, geen tweede keus, geen derde keus. Gert-Jan van Beek en zijn vriendin waren gevraagd. Jan Boskamp was de eerste keus. Nou, die had geen tijd vanuit België. Valentijn Driessen kon niet. Nou ja, toen heeft Wilfred onder het mom van... Hallo vriend, zou het uitkomen dat je over een uurtje of 5 meedoet aan een fotosessie? Jij belde me om 2:30 s'nachts. Nou ja, maar ik kan me best indenken als Wilfred bij jou terechtkomt dat hij in paniek geweest is. Ja. Ja, inderdaad. Nou, maar ik moet je eerlijk zeggen, bedankt daarvoor, Hans. Je bent een echte vriend, dus dat heb je nu wel even laten merken, inderdaad. Ja. Dat laatste geluid wordt steeds slechter, Wilfred. Ja, nee, dat moeder had ik al, inderdaad. Ja. Maar ik neem aan dat er toch wel iets op Fox gebeurt ook. Of die wedstrijd bijvoorbeeld met Willem II. Als ik het mag laten zien, een superleuk programma. Het is Go Ahead Eagles. Daar schakelen we mee op Fox Sports 1. Go Ahead Eagles, Willem II. Is zojuist 0-1 geworden door een goal van Schuurman. We hebben RKC tegen de Graafschap. De Graafschap begon voortvarend. Maar 2 ongelofelijke krokettenballen van die keeper van de Graafschap, Bednarek. En het is 2-1 voor RKC. Dan hebben we goed nieuws voor jou. Want Cambuur tegen NAC. Oh, net op het moment dat ik het zeg, maakt NAC 1-1. Nee. Ah. Het is echt, ik wou zeggen goed nieuws voor jou. Het is 1-1 voor Cambuur. Het is 1-1. Nou, dat is jammer. En nu de 1-2. Ja, het is 1-2. Dus dat... Maar wel een schitterende goal van Van der Streek. En dan schakelen we ook nog, Jan, want jij bent hier wel in geïnteresseerd, naar Red Bull Leipzig, die vorige week wonnen bij Leverkusen, die nu 3 punten voorstaan op Bayern München. En ze staan inmiddels met 1-3 voor bij de moeilijke uitwedstrijd bij Leipzig. Met een prachtige goal na 18 seconden voor Red Bull Leipzig. Jij kent hem, Nabibi Keitata. Een bal van 1,40 meter. En Rudwig Leggenheigen, die maakte namens Freiburg met een schitterende kopbal 1-1. Met een prachtige assist van Karl-Heinz van Hintenfieken. Dus dan hebben we dat een beetje allemaal bij elkaar. Dus er gebeurt van alles. Hans, mag ik nog 1 ding aan je vragen? Wat is dit nou toch allemaal? Hallo Hans. Johan. Ik zag in ons nieuwe blad staat een interview met jou. En dat jij zo'n bloedhekel hebt aan die trainer van de Graafschap. Nee hoor. Waar komt dat vandaan? Nee, ik heb daar absoluut... Staat dat erin? Ik heb... Nou, dat is een vrij schokkend stukje, ja. Schokkend stukje? Dat die jongen bijvoorbeeld een week wakker gelegen heeft... toen jij daar technisch manager dreigde te worden. Ja, nou, dat klopt. Ja, nee, ik heb met Jan Vreeman gevoetbald, Johan. En een uitstekende centrale verdediger. Zij vonden toen dat Simon Kistermaker en ik iets te close waren. Daar waren zij een tikkie jaloers. Hadden ze niet helemaal ongelijk in? Nee, hadden ze niet helemaal ongelijk in. Heb je weer gelijk in, Johan. En we werden toch desondanks ongeslagen kampioen. En met 11 gespeeld, 0 punten in de Eredivisie... heb ik hem nogal positief benaderd en bejegend in jouw programma... in jullie programma en hier en overal. Ik kom er niet doorheen bij Jan, dus ik heb gewoon geroepen van... Jan heeft niks met mij en ik heb niks met Jan. Dus voor de rest niks aan de hand. Ik wens hem alle succes. Ik hoop dat ze vanavond winnen. Ja, nou. En heb je ook nog een programma voor het weekend? Of zeg je van nou, dit was het wel? Nee, daar ben ik hier eigenlijk voor. Eigenlijk wel, ja. Ja.